Ja, wat we ontwikkeld hebben is een virtual reality game waar we de combinatie met 5G ervoor kunnen zorgen dat we op afstand wereldwijd eigenlijk de praktijklessen kunnen vormgeven op basis van de laatste stand van technologie. Craft Education is een erkend Nederlands opleidingsinstituut dat innovatieve lesprogramma's voor de maakindustrie creëert voor scholen en bedrijven. Leren door te doen staat daarbij centraal. Wij organiseren leren voor onderwijs en bedrijfsleven. En we doen onder andere heel veel machinetrainingen. Dus de machines die hierachter staan, ja, daar verzorgen we de trainingen voor. Het rotte aan deze trainingen is dat mensen dus naar deze locatie moeten komen om te kunnen trainen. Of dat we uiteindelijk de machinetijd die in de fabrieken staan, ja, opsnoepen door trainingen. Minder handig, dus vanuit daar de combinatie die we maken nu, de training in combinatie met die virtual reality, kun je dus uiteindelijk heel veel tijd sparen, waardoor de machinetijd benut blijft en de trainingstijd ook benut blijft en daardoor eigenlijk de ideale combinatie kunt maken. Bij The Barn helpen we bedrijven zoals Craft Education om technieken zoals VR of serious games toe te passen om mensen te trainen. Zo hebben we bijvoorbeeld een training gemaakt om mensen te leren om te gaan met robots op de werkvloer. Ja, 4G-technologie had nog een aantal harde beperkingen. Zo was er een zware en dure PC nodig op de locatie om de software van de VR-training op te kunnen draaien. Met 5G is dat niet meer nodig en is eigenlijk alleen nog de headset op de locatie nodig. Daarnaast was met 4G het nog niet mogelijk om de fysieke bewegingen van de cursisten snel genoeg in de virtuele omgeving te krijgen, wat het realisme en de mogelijkheden van de training beperkte. En nu met 5G is dat wel mogelijk, zelfs als de cursist en de trainer in verschillende landen zijn. 5G is een verzameling technologieën die compleet nieuwe draadloze toepassingen mogelijk maken. In Zuid-Holland kunnen bedrijven op verschillende testlocaties met de nieuwste 5G-technologie experimenteren, ondersteund door telecom-experts. Zo kunnen ze producten ontwikkelen die toonaangevend zijn en klaar voor de toekomst.